BAS staat voor bewonersaanspreekpunt Schiphol en is het centrum waar omwonenden van de luchthaven terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Geluidsoverlast is het overgrote deel van de klachten, maar we zien de laatste tijd ook klachten bijvoorbeeld over angst. Met name sinds het ongeluk met de Turkish Airlines machine in februari vorig jaar. Nou, die klachten die worden geanalyseerd, die komen terecht in rapportages, kwartaalrapportages en jaarrapportages. En die gaan weer naar zowel de luchtvaartpartijen, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland, als bijvoorbeeld naar de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol, de CROSS. En de partijen in die overlegorganen kunnen dus die rapportages aangrijpen om daar iets aan te gaan doen. Wij hebben dus via de website is er de mogelijkheid om aan te vinken als je bepaalde nieuwsberichten of actuele informatie van BAS wilt ontvangen. Dat kun je daar dus aanvinken. Daarnaast maken we rapportages, kwartaalrapportages, jaarrapportages en nieuwsbrieven. En ook die staan op onze website, naast heel veel andere informatie over, zeg maar, hoe het luchtverkeer rond Schiphol geregeld is.